Dit kan misschien iets voor jou zijn. Een chalet vormt een mooie investering. Hoe dan of waarom? Dat ziet u in het volgende item. Willem, leuk om weer bij je terug te zijn. We horen die kikkers al op de achtergrond. Dan gaan we zien hoe gezellig en hoe leuk het hier is en wat voor rust het hier is. Zeker. Vorige keer hadden we het natuurlijk al over het investeringsaspect. Kun je daar wat meer over vertellen? Bijvoorbeeld hoeveel rendement mensen kunnen halen? Dat kan ik je vertellen. Kijk, op dit moment is het zo dat we hebben een heel goed aanbod voor mensen die wel iets in willen investeren. Die het misschien voor eigen gebruik en ook een gedeelte voor de investering willen doen. Mensen die een kavel en een chalet bij ons kopen, die krijgen een vast rendement van 7% per jaar. Dat houdt in van wat je netto investeert, daar krijg je 7% over. Dus ik zal een voorbeeld geven, als je 100.000 euro investeert, krijg je daar 7.000 euro rendement over per jaar. We hebben alles in eigen beheer, dus je hoeft er verder niets meer aan te doen. Van het kommetje wat in het chalet staat, tot en met de tuinonderhoud is voor ons. Dus eigenlijk nemen we je alles uit handen. Ja, een belangrijk aspect, ontzorgen. Dat is heel belangrijk, maar ik wil ook benadrukken dat wij het niet alleen doen voor de investeerders. We hebben ook mensen op het park die het voor eigen gebruik helemaal hebben. Dus ik wil niet alleen dat ik het alleen doe voor de investeerders. Ja. Dus onze doelgroep is ook wel dat mensen het voor eigen gebruik hebben, want daar is die veel te mooi voor. Ja, je wilt mensen echt laten genieten. Wij willen mensen echt laten genieten en dat kan ook in deze omgeving. Ja. Een ander aspect, want je wilt mensen laten genieten. Je hebt zelf recreatieparken, maar ik geloof dat je ook chalets maakt los van deze parken. Wij maken ook chalets los van deze parken. Kijk, daaromheen, daar heb ik in de vorige uitzending aangegeven, ik bouw tussen de 300 chaletten per jaar. Er zijn ook mensen die alleen een chalet willen kopen buiten mijn oom, of niet voor dit park bedoeld. Dat is ook bij mij mogelijk. Goed om te weten. En alles zag er ook goed uit. Ik vond het heel leuk om de afgelopen tijd met je mee te kijken. En dan wens ik je nog heel veel succes voor de toekomst. Ik wens jullie ook heel veel succes. En we zullen elkaar toch zeer zeker nog een keer ontmoeten. Dat denk ik ook. Dank je wel. Dank je wel.